Goedemorgen, gemeente. Heel hartelijk welkom in de dienst hier in de kerk in Schravenmoer. Fijn dat u er bent, dat u thuis meeluistert. We zijn wat later, dankzij de technische storingen, maar we zijn blij dat we weer in de lucht zijn. Eerst een enkele mededeling namens de kerkraad. U kunt het ook lezen bij de mededelingen die toegezonden zijn, dat de kerkraad een commissie heeft ingesteld over kerk zijn in deze tijd. Die commissie heeft de adviezen uitgebracht aan de kerkraad. De kerkraad heeft dat overgenomen. En dat betekent dat er een enquête gehouden zal worden in de gemeente. En dat is allemaal al voorbereid door de commissie. En de tweede helft van februari, dan krijgt u meer informatie en dan wordt ook de enquête toegestuurd. Dat is via de e-mail, maar mensen die geen e-mail hebben, die krijgen het gewoon op papier. En u kunt de mededelingen lezen die er allemaal in de commissie zitten. En mocht u vragen hebben, dan kunt u bij Piet Kruisers terecht via de mail gemeente zijn, het CGK Schravenmoer, of je kunt hem ook bellen natuurlijk. En dan hebben we ook de bloemen vanmorgen in de kerk. Die gaan als groet van de gemeente naar Bert van der Schans, die zoveel jaren de randkerkelijke bezocht heeft, wat Erik Tillemans nu gaat doen. Tot zover de mededelingen. Laten we stil worden voor God in persoonlijk gebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die God mag ik u en jou groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen gaan zingen. En ik hoop dat u thuis dat vooral gaat zingen, want wij zullen hier alleen het orgelspel horen. Psalm 145, vers 1 uit de Nieuwe Psalmbereiding.
luisteren samen naar de regels van het verbond die de Heer God ons gegeven heeft om naar te leven. Ik lees Exodus 20. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, wil geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken, dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet en leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Laten we samen de Heere gaan bidden. En laten we in ons gebed ook denken en danken. Ook voor onze broeder en zuster van Drongelen. Die 69 jaar getrouwd zijn vandaag. Hartelijk gefeliciteerd. En we gaan de Heer God samen met u danken. We bidden ook voor Joop van Bellen. Die 2 middenvoetsbeentjes gebroken heeft. En dus met zijn voet in het gips zit. We bidden om wetenschap. En we denken ook aan Bert, die de bloemen krijgt, die zoveel jaren ingezet heeft voor de Randkerk. Laten we samen gaan. Heere God, onze Vader in de hemel, dank u wel dat we weer bij elkaar mogen zijn in de kerk. Dat we verbonden mogen zijn met u. Dat we elkaar mogen ontmoeten hier in de kerk en thuis, verbonden via het internet. Dat we stil mogen zijn en mogen bidden tot u. Heere God, we missen elkaar als gemeente. En juist in deze tijd ervaren we, voelen we, hoe belangrijk gemeente zijn is, hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken, elkaar te helpen, elkaar te bemoedigen. Maar dank u wel dat we dat via de moderne media, via het internet mogen doen. Wij danken u, Heere God, dat u een genade God bent, dat u onze zonden vergeeft. Om Jezus Christus wil. Dat u ons verlost uit de slavernij van zonde en dood. En dank u wel voor uw geboden die ons ruimte geven, die ons in de vrijheid laten leven, die ons leren hoe we gelukkig met elkaar en met u kunnen leven in deze wereld. Help ons, Heere God, om u boven alles lief te hebben. Om u te dienen naar uw wil. Help ons om goed van u te spreken. Dank u voor de rustdag die u ons geeft. En leer ons het te vieren. Dank u
voor allen die voor ons zorgen. Help ons om het leven te beschermen. Leer ons om trouw te zijn, zoals u trouw bent. Leer ons te delen van wat u ons gaf en onze naasten te helpen in nood. Help ons om positief en alleen positief over anderen te spreken. Geef ons een dankbaar hart en dat we blij zijn met de zegen die een ander ontvangt. Leer ons zo te leven naar uw wil als liefdevolle mensen in vrijheid. Heere God, we bidden u ook voor broeders en zusters in de gemeente. We danken met onze broeder en zuster van Drongelen dat ze vandaag 69 jaar getrouwd mogen zijn. Dat ze in hun 70ste jaar zijn aangekomen. Ongelooflijk, Heer. We prijzen uw naam. We danken u met hen. En we bidden u ook voor hen. Wilt u met hen zijn op hun hoge leeftijd. Wilt u hen zegenen en hun kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Heer God, wilt u hen nabij zijn. We danken u voor Bert van der Schans die zoveel jaren zich ingezet heeft voor de Randkerk. En die zoveel liefde heeft voor de mensen die op een of andere manier niet zoveel hebben aan het geloof of niet zoveel hebben met de kerk. Heer God, wilt u hen terugbrengen en wilt u ook het werk wat hij gedaan heeft zegenen. Wilt u ook zijn met Andor en Joyce. Als Andor in Amerika nog zo ziek is en het herstel over tijd vraagt. Wilt u hen nabij zijn, kracht geven, herstel geven, Heer. Wees ook met hun kinderen. We bidden ook voor onze broeder Joop van Bellen, die op zo'n ongelukkige manier viel en twee middenvoetsbeentjes gebroken heeft en nu in het gips zit. Heer God, wilt u hem herstel geven en kracht. Dank u dat hij zijn werk gewoon thuis verder kan doen. Wilt u zo met hem zijn en met zijn vrouw. We denken ook aan de commissie die nadenkt en bezig is. En een enquête houdt over kerk zijn in deze tijd. Wilt u dat werk ook zegenen? Wilt u mensen ook bereid maken om mee te werken met de enquête? Dat we gemeente mogen zijn op een wijze tot uw eer en tot opbouw van elkaar, van uw kerk. Heer God, wilt u bij ons zijn als we samen in de Bijbel gaan lezen? Wilt u tot ons spreken door uw woord, door uw geest. Heer God, wilt u ons hart raken, dat we ons hart niet afschermen voor dat woord en niet onze eigen weg gaan en niet denken van nou, ik kijk er toch anders tegenaan. Maar dat we biddend luisteren naar uw woord en bidden, Heer, wat wilt u dat ik doe? Wees zo met ons en zegen een ieder die een taak heeft hier in de dienst. Geef dat als goed thuis ook aan mag komen. In Jezus Christus wil. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel. En ik wil met u lezen Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen.
Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt, of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u weten dat ik blijf leven, omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller zal worden. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Tot zover het evangelie. Laten we samen nu gaan zingen, Psalm 62 vers 4. Psalm 62 vers 4 en daarna volgt de verkondiging. Thank you.
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer. We worden stil voor God en gaan luisteren naar zijn woord. Na de verkondiging zingen we gezang 466, vers 3. 466, vers 3. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wil met u nadenken over de eerste verse die we gelezen hebben. Daar zegt Paulus in Filippenzen 1, vers 12 en 13 en 14. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, beste mensen, wat is je drijfveer? Wat is je drijfveer? Wat is eigenlijk een drijfveer? Iets wat je beweegt, zeggen we. Nou, waar komt dat eigenlijk vandaan? Wat is een drijfveer? Ik heb een paar dingen meegenomen. Ik heb hier een auto. En die auto, die kan je zo achteruit, dan wint hij zich op. En dan rijdt hij nog harder. Nou, daar zit waarschijnlijk een drijfveer in. Ik heb hier ook een kuikentje. En hij is een beetje klein. Ik heb er ook een foto van. Daar heb je hem in het groot. Hier een kleintje trouwens. Die kan je opwinden. En als je hem dan weer neerzet, dan gaat hij lopen. Nou, deze had er ook eentje. Een grotere, maar die heb ik dan opengemaakt. En even uit elkaar gehaald. En toen kwam deze veer eruit. En dit is de drijfveer. Je ziet hem ook rechtsonder. En het sleuteltje waarmee je op moest winden. En dan kon je hem opwinden. En dan begon die te lopen, te springen, zeg maar. En zo heb je ook een opwindauto dus. Ja, tegenwoordig hebben ze batterijen erin zitten meestal. En dan gaat het op stroom met een elektromotor. Maar vroeger had je een drijfveer. Die je opkomt en hoe groter die veer, hoe verder die kon lopen, hoe harder je hem op kon winden. Ja, en wij gebruiken dat woord ook nog steeds. Wat is je drijfveer? Wat drijft je? Wat beweegt je? Wat geeft je kracht? Waarom doe je dit eigenlijk allemaal? Wat je doet in je leven? En hoe hou je het vol? Daar wil ik met u over nadenken. Over die drijfveer, over hoe je in het leven staat. Dat is het thema. Het thema in de verdeling bekijken. Hoe sta je in het leven? En dan letten we eigenlijk, als we dit Bijbelgedeelte lezen, op drie punten. Het gaat over Paulus en we zien Paulus lijden, we zien Paulus leven en we zien Paulus levensbron. En die levensbron, dat is dan die drijfveer. Waar ik het straks over ga hebben. Maar je hebt drie woorden met een L. Paulus, lijden, leven en levensbron. Dan kun je het makkelijk onthouden. Een lijden, zijn leven en een levensbron. Ja, wij leven natuurlijk ook in allerlei beperkende omstandigheden op het ogenblik. En dat was met Paulus ook. Paulus, we horen dat hij zit in de gevangenis. Die kan heel weinig, is geketend. En ja, wij zitten in die tijd ook, waarin we misschien aan alle kanten geboeid zijn. En niet allerlei dingen kunnen doen die we zouden willen doen. We kunnen niet zomaar 's avonds de straat op en ergens naartoe gaan of een bezoek afleggen bij iemand. Er zijn allerlei beperkende regels. Nou, dat had Paulus ook. En Paulus, dat is Paulus lijden. Dan, dat is punt 1. Paulus die had nogal wat te verstouwen gekregen. Dat valt misschien helemaal niet zo op. Maar als je dat eerste vers bekijkt, vers 12, laten we hem er nog maar even bij pakken. Vers 12, dan zegt Paulus daar, u moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Nou, in die paar woordjes
dat wat mij is overkomen, daar zit een heleboel. Dat betekent een heleboel. Dat wat mij is overkomen. Want wat is Paulus eigenlijk overkomen? Nou, op dit moment, dan is hij eigenlijk, in Rome, dan is hij op reis, dan is hij gevangen genomen en er is hem van alles overkomen. Hij zegt dat maar zo even tussen neus en lippen door, wat mij is overkomen, zo even terloops, alsof het niks voorstelt. Maar als we moeten denken aan zijn derde zendingsreis, dat hij dat hier bedoelt, dan gaat het erom dat hij in Jeruzalem beschuldigd werd dat hij heidenen in de Joodse tempel had gebracht. En dat mocht niet. En dat de mensen toen hem de tempel uitsleepten en hem wilden lynchen, hem wilden doden. Maar dat er gelukkig de Romeinse bezetter, de soldaten, een hoofdman, hem gevangen liet nemen, omdat hij de onrust van het volk zat. En dat was zijn redding, dat hij gevangen genomen werd, want anders hadden ze hem gedood. En toen hebben ze hem gevangen meegevoerd naar Caesarea, een Romeinse nederzetting, havenplaats in Israël. En daar heeft hij lange tijd gevangen gezeten. En toen beriep hij zich op de keizer, want hij was ook een Romein en Hij zei, ik wil voor de keizer terecht staan. En toen werd hij gevangen, geboeid, in een schip, gevoerd naar Rome. Toen hebben ze onderweg nog schipbreuk geleden, daar hebben we het laatst ook over gehad. En dan komt hij in Rome opnieuw in de gevangenis terecht. En dan krijgt hij het doodvonnis. Hij zal ter dood gebracht worden, dat is uiteindelijk waartoe hij veroordeeld wordt. En dat schrijft hij zo eventjes in die woorden, wat mij is overkomen. Dat bedoelt hij, dat is mij overkomen. Alsof het niks is. Het is heel wat. Maar het gaat Paulus helemaal niet om zijn eigen persoon. Het gaat niet om hem. Hij probeert ook geen medelijden te wekken. Vandaar dat hij dat gewoon afdoet met wat mij is overkomen. En verder niet over uitweidt. Nee. Wat hij probeert te zeggen hier is, en dat schrijft hij ook, wat mij is overkomen, dat heeft niet tot belemmering van de evangelieverkondiging gezorgd. Dat heeft die boodschap niet in de weg gestaan. Hij zegt zelfs, nee, dat is juist bevorderlijk geweest. Het gaat hem juist over de evangelieverkondiging, daar gaat het Paulus om. Dat het evangelie en dat zijn zendingsreizen, die lijken nu wel afgekapt en dat het allemaal niet door kan gaan. Maar Paulus zegt, dat is niet zo. Het gaat gewoon door. Dat vertelt hij daar aan de mensen in Filippi. Nou, dat is toch wel wat, denk ik dan. Als je zoveel tegenslag hebt in je werk en in je plannen, wat je van plan bent allemaal te gaan doen, en dat je dan zelfs in de gevangenis terechtkomt. Ik zou zeggen, dat zorgt wel voor de nodige stress in je leven, hè, als je dat overkomt. En hoe cool reageert Paulus dan, denk ik dan bij mezelf. En dan komen we ook bij die vraag, hoe sta je in het leven? En hoe staat Paulus in het leven? Wij zitten niet letterlijk in de gevangenis. Maar we hebben wel allerlei belemmerende maatregelen. Misschien kun je je werk op het ogenblik ook wel niet uitoefenen. En moet je wel in quarantaine zitten of moet je thuis werken? Kun je niet naar je familie toe of wat dan ook. Allerlei belemmerende maatregelen. Maar Paulus, die is zelfs positief over zijn gevangenschap. Notabene. En dan denk je, hoe is dat mogelijk? En daarom gaan we nu kijken naar Paulus' leven. We hebben zijn lijden gezien, de gevangenis en alles wat hem overkomen is. En nu het leven van Paulus. En dan zegt Paulus in die tekst, vers 12, u moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Dus Paulus zit niet te kniezen in de gevangenis. Oh, had ik nou maar niet naar Jeruzalem gegaan,
had ik nou maar geluisterd naar die profeet Agabus, die zei dat ik daar niet heen moest gaan. Hij zat niet te kniezen van, had ik nou mijn grote mond maar gehouden? Maar Paulus, die ziet juist het voordeel. Paulus, die ziet Gods hand in deze dingen. Die ziet dat God hier een bedoeling mee heeft, dat God hier ook iets mee kan. Hij ziet het, zeg maar, in een breder perspectief, denk ik dan. Ja, Heer God, daar leeft hij mee en daar vertrouwt hij op. En Heer God heeft hem kennelijk anders tegen die zaken aan laten kijken. Tegen zijn gevangenschap en alles wat hij meegemaakt heeft. Dat zou je niet verwachten natuurlijk. Je zou denken, dat is een behoorlijke belemmering voor Paulus. Dat hij nou in de gevangenis terechtkomt en dat hij niet zijn zendingsreizen kan afmaken. Dat hij niet verder Europa in kan trekken. Dat hij niet naar Spanje kan gaan, want daar had hij plannen voor. Maar Paulus ziet dus Gods hand. Die ziet ook het voordeel van die gevangenschap. En daarom schrijft hij dat ook. Dat wat hem overkomen is juist bijdraagt tot de verkondiging. En dat gaat hij ook uitleggen hoor. Dat legt hij ook uit als je verder leest in vers 13. Laten we de vers 13 maar bijpakken. Dan kunnen we het lezen. Hij zegt daar. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier. En alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Het hele hof, het notabene dat grote Romeinse rijk, een wereldrijk in die tijd, waar Israël door de heer werd en de keizer. En Paulus die werd daarheen gevoerd en die moest daarvoor terecht staan. En wat deed hij? Hij gebruikte dat om het evangelie uit te leggen van Jezus Christus. En hij zegt, en nou weten ze het allemaal, dat hij gevangen zit om Christus. Ze hebben nu allemaal gehoord van Jezus, de Christus, de Messias. Vanaf de trappen, voor de kazerne, heeft hij het volk nog toegesproken. En vertelt van de Heer Jezus. En ook tijdens zijn gevangenschap kreeg hij ruimte en kon hij de mensen vertellen, natuurlijk het personeel van de gevangenis vertellen, van waarom hij terecht stond. En waarom hij dan vertelt van Jezus en wie Jezus dan wel was. En ook de rechters natuurlijk en de stadhouders, keizer. Al die mensen hebben het gehoord. En er zijn ook een heleboel mensen tot geloof gekomen. Want als je aan het eind van de brief aan de Filippenzen leest, dan staat er op een gegeven moment aan het slot: alle heiligen laten u groeten. Alle heiligen laten u groeten. Vooral zij die in dienst van de keizer staan. Dus kennelijk, hij noemt mensen die aan het hof van de keizer werken, die noemt hij heiligen. Dat zijn dus gelovigen geworden. Er zijn mensen tot geloof gekomen daardoor. Nou, die zitten daar aan de top in dat Romeinse rijk. Die hebben allerlei invloed natuurlijk. Mensen die nog nooit van het evangelie van Jezus Christus gehoord hadden. En er komt nog iets bij. Want als je in vers 14 kijkt, en laten we vers 14 er ook maar bij pakken, dan staat er: bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder of vrijmoediger te verkondigen. Dus je zou misschien denken van allerlei gelovigen in Filippi, Rome, andere plaatsen, die hebben gehoord van Paulus gevangenschap. En die mensen die zullen ook wel denken, nou, ons laten we maar een beetje dingen. Laten we maar niet te veel vertellen, want straks worden wij ook nog gevangen genomen. En dat willen we niet. Nee, zegt Paulus, dat is niet gebeurd. Tegenovergestelde is gebeurd. Nu die mensen zien hoe Paulus het evangelie vertelt, tot in Rome toe.
tot aan het hof van de keizer toe. En de mensen die daardoor tot geloof komen, die hebben die andere gelovigen dat gezien en daar moed uit verpakt, zeg maar. En die hebben ook meer vrijmoedigheid, die hebben meer durf gekregen, zijn onbevreesder geworden om anderen het evangelie te vertellen en mensen tot God te leiden. Positief, zegt Paulus, geweldig. En dan denk ik even aan vandaag, aan ons. Hoeveel zijn er niet die ook graag anderen van Jezus Christus zouden willen vertellen? Of in ieder geval dat ze tot geloof zouden komen. Misschien collega's, misschien vrienden of familieleden. En hoe moeilijk vinden we dat vaak? Want je kunt iemand niet het geloof geven. Je kunt niet iemand overtuigen tenslotte. Dat moet Gods geest doen. Maar als je dan eens kijkt naar Paulus en hoe hij hier bezig is, hoe hij zegt, gevangenschap, hè, je zou zeggen, nou ben ik met handen en voeten gebonden, nou kan ik niks meer. En dat dat juist tot zegen werd van de kerken, tot uitbreiding. Als je nou eens op een andere manier, op een geestelijke manier, breder gaat kijken. Denk aan je werk. Misschien heeft God wel ook gezien dat je juist op je werk, op liefdevolle wijze en tactvolle wijze, kan vertellen van wat jou beweegt, wat jou overeind houdt in deze tijd, wat jou moed geeft. Of als je geen werk hebt, misschien, of werkloos bent geworden, misschien heeft God wel een bedoeling mee dat je iets anders gaat doen. Misschien wel meer hulpverlenend of onderwijs, iets waar je andere mensen van God kunt vertellen. Of misschien zeg je wel, ja, maar ik heb mijn gezin en ik heb druk ermee, maar dat is toch juist je roeping om je kinderen van God te vertellen en om als gezin ook een christelijk huisgezin te zijn en te leven naar Gods wil. Misschien ben je juist alleen en zeg je, ja, maar dat heb ik dus niet, ik kan mijn kinderen niet vertellen van God. En dat deed me denken aan een voorbeeld dat ik ooit las van pastor Chang, die een christenleider was in China en die gevangen gezet werd en die veroordeeld werd en een eenzame plek moest werken in een beerput. Niemand wilde bij hem komen en juist in die eenzaamheid kwam hij dichter bij God en ging hij heel veel bidden. Heel veel bidden tot God en zo kon hij een zegen zijn voor andere mensen. Ook als je alleen bent en misschien denkt, ik kan ook niet. Maar je bidden. Bidden voor de kerk, bidden voor mensen. Bidden dat ze weer God mogen vinden. Of misschien zeg je wel, maar ik ben ziek, dus wat kan ik dan? En misschien lig je wel in het ziekenhuis. Of denk je dat je helemaal niets kunt. Maar juist, ziekte brengt mij altijd dichter bij God. En juist in het ziekenhuis kun je makkelijker met mensen spreken over het geloof. Dan hebben mensen tijd en staan mensen daar meer voor open door de nood, denk ik. Misschien woon je wel in een buurt waar bijna geen kerkelijke mensen wonen en denk je, help, verschrikkelijk. Misschien is dat juist je roeping, om daar als christen in die buurt te wonen. En ik hoor vaak genoeg van jongeren die zeggen, ik ben een van de weinigen in de klas die naar de kerk gaat, maar misschien heeft hier God daar wel een bedoeling mee. Ik bedoel te zeggen van, je zou zeggen, Paulus, jongen, wat jammer, nou wordt je werk belemmerd. Maar Paulus is er heel anders tegenaan gaan kijken, van de andere kant, en die ziet daar juist een enorme uitbreiding van het evangelie, zegen, vrucht, verkondiging. Een andere manier er tegenaan bidden en op een geestelijke manier ertegen aankijken. Gods leiding in de dingen zien. Moeilijk misschien, maar ook mooi. Geeft je ook moed en kracht. Ik kwam van de week een paar mensen tegen die daar ook zo over spraken. Die ook te maken hebben met, net als wij allemaal, met die regels
corona, regels, al die maatregelen, alles wat je niet kan. Maar die zeiden, ja, maar het leidt ook tot verstilling. Het leidt er ook toe dat ik nu meer lees, meer boeken ook over het geloof lees en waardoor ik gevoed word. Het heeft ook wel een positieve kant, dat je die zoveel dingen niet kunt doen. Nou, we hebben gezien, Paulus is niet op zichzelf gericht en op zijn persoonlijk lijden, maar hij is gericht op Christus. Hij zag Gods hand in de tegenslag en hij verkondigde de evangelie vrijmoedig. Maar ja, waar krijgt hij nou de veerkracht van? Hè? Wat is nou zijn drijfveer? Hoe kan hij dat nou volhouden? Want het is nogal wat, dat wat Paulus allemaal meemaakt. In de gevangenis terechtkomen, bijna gelinst eerst. En nu straks dan ontvangt hij de doodstraf. Wat is zijn drijfveer? Wat is de levensbron? Hoe doe je dat nou allemaal, Paulus? Hoe kan je nou in zo'n stressvolle situatie zo, ja, blij zou je haast zeggen, zo vol liefde ook werken? Waar haal je de kracht vandaan? Nou, dat komt denk ik juist omdat Paulus niet op zichzelf gericht is. Dat hij niet op zichzelf ziet. Dat het hem allemaal niet om hem gaat, maar om Christus. Om zijn redder. En dat zie je ook in vers 21. Daar zegt hij, eentje verderop, daar zegt hij dan: want voor mij is leven Christus. Christus, de Messias van God, die gekomen is, waarvan ik zoveel getuigen heb gesproken en zoveel over gehoord heb. Christus, die mijn redding is, die voor mijn zonde stierf. Christus, die van God komt. Het evangelie van Jezus Christus. Het leven van Paulus is Christus. Hij houdt Christus voor ogen. Hij volgt Christus na. Zoals Christus de wedloop gelopen heeft, zo loopt Paulus achter hem aan. Christus die zichzelf verloochende, die niet op zichzelf zag, maar op ons en op de Vader en kwam om te redden. Zo ziet Paulus niet op zichzelf, maar hij volgt Christus na en hij verkondigt het evangelie van Christus. Het is Christus, het is zijn liefde, het is zijn redding, het is zijn geest. De drijfveer van Paulus, zeg maar, die kracht, dat is de geest van Christus die in hem werkt. Hij leeft niet voor zichzelf, maar zijn doel is Jezus Christus. En dat geeft hem kracht. En zo zegt hij dan ook, in dat vers 21 voor, want voor mij is leven Christus en het sterven winst, dankzij Jezus Christus. Want Jezus stierf voor mij, opdat ik met hem kan leven. Als Paulus straks in de arena komt en hij daar zal sterven, dan weet hij, ik mag naar Christus toe gaan. Ik mag naar de hemel. Dat is zo rijk. Daarom, denk ik, is Paulus zo radicaal om Jezus te volgen. Het leven is Christus. Ik leef voor Christus. Ik sterf niet meer. En dan denk ik aan mezelf, dan denk ik aan ons. Wat is je drijfveer? Waar leef je voor? Is jouw leven Christus? Of is jouw leven geld? Is jouw leven je carrière? Is jouw leven wat wil je bereiken in je leven? Als je leven niet Christus is, dan
sterven verlies. Dan verlies je als je sterft. Maar als je leven Christus is, dan wordt het sterven winst. En dat zie je in het leven van Paulus. Dat schijnt er nu al vanaf. Broeders en zusters, laat uw leven Christus zijn. Dan kan het alleen maar beter worden. Dan kan het alleen maar winst opleveren. Christus is onze hoop. Christus is ons leven. Ons hou vast, onze toekomst. Amen. De collecten die zijn vandaag bestemd voor Sulawesi, waar een enorme aardbeving heeft plaatsgevonden. Vele slachtoffers zijn, ook kerken zijn verwoest of beschadigd. We willen voor hen bidden ook. En er is ook al een gift van de diaconie naartoe gegaan. En wij vragen ook of u wilt geven daarvoor. De eerste collecte is dat. De tweede collecte is voor de lepra-zending. Laten we samen de Heere God gaan bidden en danken. En laten we tot slot samen het Onze Vader bidden. Heere God, onze Vader in de hemel, wij danken u dat we Christus mogen kennen als ons houvast, ons leven, het eeuwig leven in hem. Dank u wel daarvoor, Heere God. Dank u wel dat we mochten zien hoe Paulus ook zijn leven in uw dienst gaf. Nadat hij de kerk vervolgd had, is hij zo radicaal voor u gegaan en heeft hij zijn hele leven geofferd. Heere God, dank u wel. Leer ons ook om zo achter Christus aan te gaan. Om te leven voor u, opdat we ook straks het leven mogen winnen. Dat we het mogen winnen van de zonde en de dood. Door Christus en door de kracht van uw Heilige Geest. Help de mensen, help de jonge mensen ook om de juiste keuzes te maken in het leven. Dank u wel dat u ons ook uw Heilige Geest geeft. Die een krachtbron is. Die als een drijfveer is. Die ons helpt. Die ons vernieuwt. Die in ons werkt. Dank u dat we ook in een tijd als deze, waarin we op allerlei manieren gevangen zitten, in allerlei regels, toch verbonden mogen zijn met u. En ja, leer ons anders tegen de dingen aan te kijken, in het brede
perspectief, in een geestelijk perspectief te zien. Dat we uw hand ook in de dingen mogen zien. Hoe u ook met deze tijd en met de dingen die nu gebeuren kunt werken. En dat u ook dat tot zegen kunt doen strekken. Wij bidden daarom. Wij bidden ook, Heere God, wilt u zijn met de mensen in Sulawesi, waar zo'n verschrikkelijke aardbeving heeft plaatsgevonden. En waar ook de kerken zijn, waar we al jaren als CGK helpen en verbonden mee zijn. Wij bidden, Heere God, wilt u hulp zenden, wilt u uitkomst geven. En we bidden in het bijzonder voor de mensen die verdriet hebben en die lijden vanwege deze aardbeving. Wij bidden ook voor de lepra-zending en voor de hulp die daarvoor elke keer weer ingeroepen wordt. We bidden u, Heere God, wilt u ook die ziekte indammen, zoals zoveel andere ziekten. Wij bidden voor de zieken. En we bidden voor eenzaam. We bidden voor mensen die geen werk hebben. We bidden voor hen die thuis zitten en die anderen niet kunnen ontmoeten en dat zo graag zouden willen. Dan denken we ook aan de jonge mensen. De jonge mensen in de gemeente, in onze familiekring, in ons land. Dan denken we aan die jonge mensen die zoveel, en ook ouderen die geweld gebruiken de afgelopen week. Wat is de onrust in hen dat ze zulke dingen doen hier? Wij bidden voor hen dat uw vrede in hun hart mag komen. Wij bidden voor onze regering. Wij bidden voor de persconferentie die deze week weer gehouden zal worden. Voor de maatregelen die er zijn en die genomen worden of misschien versoepelingen. We bidden voor die landen waar een nieuw coronavirus of een versie van het COVID-19-virus rondwaart en waar velen ziek worden en overlijden. Wij bidden, Heere God, voor ons leven, dat we op u mogen vertrouwen, dat we ons geborgen mogen weten in Jezus Christus. Wij bidden u, Heere God, wilt u ons helpen in deze tijd om vol liefde te zijn en trouw en naar elkaar om te zien in de gemeente. Dat u ons helpen ook om ons te verdiepen in de schrift, in de Bijbel, in het geloof. Dat we dicht bij u mogen leven en dat deze periode niet een verarming, verschraling, maar een verrijking voor ons geloof en eer van uw naam mag strekken. Heere God, wij bidden u, wilt u met ons zijn in deze nieuwe week. Wilt u ons helpen als we thuis werken of als we naar ons werk gaan, als we geen werk hebben. Als we naar school gaan, als we examen moeten doen dit jaar. Als we thuis zitten en alleen maar achter ons scherm moeten werken. Heere God, wilt u bij ons zijn. Wilt u ons niet verlaten. Hoor ons gebed wat Heer Jezus onszelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zijn toe aan ons slotlied, gezang 434, het tweede vers. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. Heeft u in het licht als op adelaarsvleugelen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt. Hij heeft zijn woord gegeven. Laten we zingen en luisteren.
We zijn aan het eind van de dienst gekomen. Ik wens u allemaal een hele mooie week toe. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en zijn met jou, met allen. Amen.